We zijn hier vanochtend om 4:30 gealarmeerd voor een brand hier in de Hofstraat. Bij aankomst bleek het een uitslaande brand te zijn in het flat hierachter. Er heeft een brand gewoed in de keuken van het appartement. De schade is in het appartement aanzienlijk. De brand is ontstaan in de keuken, maar het hele appartement heeft wel flinke schade. De meeste schade zit in de keuken, daar is het ook uitgebrand en daar is het ook naar buiten doorgeslagen. De appartementen langs het brandadres hebben wat rook- en roetschade. Daar valt het gelukkig mee, maar het heeft wel aardig gebrand in het brandadres. De bewoner hebben wij nog niet aangetroffen. En verder zijn er geen mensen betrokken of hebben rook ingeademd bij deze brand. Dus gelukkig zijn er geen slachtoffers. De bewoner van het brandadres kan niet terug in zijn bewoning. Salvage is te plaatsen, dus we gaan samen met hun bekijken hoe we dit gaan oplossen. Maar de bewoner zal een andere woonruimte moeten krijgen. Nee, de appartementen langs het brandadres die worden nu geventileerd en gecontroleerd. Zodra dat gebeurt, dus gaan die mensen weer terug naar hun woningen.